is Donald Tusk. Donald Tusk. Dus Buiting heeft het goed. Don Spar, familie Rietman en Timo. Die gaan dus door voor een triviant. Ja. Uit welk land komt Donald Tusk? Uit welk land komt hij? Tijd. Onbesparend familie Rietman. Nee, het is goed. Welk ezelsbruggetje wordt gebruikt voor het onthouden van de volgorde van de Nederlandse balleneilanden? Weet je niet? Hij is het tijd. Ik weet dat. Nou. Klasse. Ja, gaan we goed? Ja. Hoe heten de inwoners van Qatar? Hoe heet het? Inwoners van Qatar. Tijd. Het is Qatari. Hey. De jonge sparren, zorg voor Chamis, college van BNW, familie Rietman. Hier, ja, we gaan weer door. Oranje. Mag je in het liedje ja zuster nee zuster niet slaan? Waarmee mag je niet slaan in het liedje ja zuster nee zuster? Zing ja. Tijd. En de biljartvereniging ook niet. Voorlopig blinken die uit in mooie kleren met mijn beste. Zeker klopt, ja. Een startende vraag.
geel. Welk vliegveld ligt bij de hoofdstad Stockholm? Hoe heet dat vliegtuig? Vliegveld. Stockholm. Heet dat vliegveld? Ja, dat is nog wel vreemd, want ik lees dus op. Bij welke Europese hoofdstad ligt het vliegveld Arlanda? En dan moest Stockholm zijn, maar het is dus Arlanda. Tim, die heeft het. Nou, dat staat Arlanda. Is dat niet eens? Arlanda. Arlanda. Zelfbalancerend eenpersoons vervoermiddel genoemd. Dus hoe wordt een elektrisch aangedreven zelfbalancerend eenpersoons vervoermiddel genoemd? Is je goed? Nee, maar dat zit niet. Er heeft een pomp bij. Oh, dat is jammer. Dat is jammer. Het is net echt alleen. Ja, maar het tijd, hè? Het antwoord is Segway. Segway. Ja, dus dan moet je maar snel in tech. Duitman heeft het goed. En Tien heeft het goed. En Zalen heeft het goed. Ja. Een triviaat. Hoe worden schoenen genoemd met een wieltje in de hak? Dus hoe worden schoenen genoemd met een wieltje in de hak? Ze zijn al even geboren wat hier gebeurd. Het antwoord is Healy. Nee. Nieuwe startersvraag. Blauw. LHTB's. Waar staat de T voor? Dus daar is een regeling in de maak voor LHTB's. En die vraagt de T. LHTB. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie de ziekte die in
Hoofdstad van Tibet. Laza. Dus de familie Rietman, Tim. Ja. Die gaan dus door voor een. Familie Rietman, Tim. Ja, die krijgen een triviant vraag. Voor een triviant vraag, die twee. Hoe heette de enige paus van Nederlandse afkomst? Maar als winnaar, dan staan we vast, is hij Team Tim.
voor de vroegen die net genoemd zijn, buitenschilders, familie Rietman, school van Chamis, gaat het nog om de tweede. Er gaat één vraag steeds. Dit. Wat is relatief de grootste groeischool van Zwartwaterland? Wat is relatief de grootste groeischool van Zwartwaterland?